vaak te stuiteren van enthousiasme omdat het zo bijzonder is wat we doen. En tegelijkertijd ben ik ook een beetje stil van, want ik weet ook wat er voor verhalen achter de deelnemers zitten. Samen het antwoord geven, samen fietsen. U heeft alleen maar meewind vandaag. Het eerste deel was makkelijker dan het tweede, er stond heel veel wind. Maar iedereen was heel behulpzaam om even zijn werk te doen op kop, dus het was erg leuk. Het was een erg mooie route. En de Zuiderzee inderdaad wel een behoorlijke tijd gezien onderweg. Mijn accu ging leeg, dus ik heb echt serieus moeten trappen vanaf de dijk bij Bunschoten, Spakenburg. Ja, ik heb zelf darmkanker gehad, maar ik ben er nog. Ik kan nog fietsen. Goed, ja. Dus volgend jaar weer. Ja, we zijn in Drappau bezig met een onderzoek naar de vroege opsporing van slokdarmkanker. MLDS heeft ons onderzoek gesponsord en zorgt gewoon voor heel veel aandacht daarvoor. En dat is ook een van de redenen waarom we meedoen. Ja, dat was zeker een mooie route. Ja, het laatste stuk tegenwind, dat was heel zwaar. Het tweede deel was een beetje nat. Maar de laatste 40, nou, die waren alleen maar tegenwind. Ja, dat weet je, als je in Nederland fietst dat je wind hebt. Nou, we hebben allebei de ziekte van Crohn. Dus we weten maar al te goed wat er allemaal speelt rondom onbegrip. En we hopen dat er meer onderzoek komt. Een vriendin van mij heeft vorig jaar haar dochtertje verloren, Lexi. Ze was bijna 2 en om onverklaarbare reden hield haar lever ermee op. En er is meer onderzoek nodig voor alle spijsverteringsziektes. Maar ja, voor mij in het bijzonder heb ik hem vandaag voor Lexi gefietst. Ja. €225.717.